opperste concentratie in de gymzaal van het Meidrechtse Veenlandencollege. De leerlingen van HAVO 5 zetten hun tanden in het eindexamen. Maar hoe goed ze de toets ook maken, hij telt niet mee. Let trouwens wel op, alles wat je bij je hebt, BINAS, woordenboeken. Echt hoor, je bent er zelf verantwoordelijk voor. Dit is een proefexamen. Zo kunnen de leerlingen de stof nog een laatste keer doornemen, maar ook ervaren hoe dat is, een eindexamen maken. Ja, ik denk dat het zeker helpt om al in ieder geval te weten hoe het is om in zo'n grote zaal te zitten met zoveel mensen. En hoe het is om 3 uur lang in stilte te zitten, zeg maar. Ja. Ja, dit is altijd handig om alvast een beetje te kijken hoe het in zo'n zaal is en hoe dat gaat. Het Veenlandencollege geeft dit soort examentrainingen al jaren. Leerlingen hebben baat bij zo'n generale repetitie, meent de school. Eigenlijk heeft het als doel dat ze helemaal weten hoe we wat gaan doen en waarom ze eerder moeten komen en waarom we willen dat we op tijd starten, hoe onze checks werken, zodat het eigenlijk tijdens het examen zo rustig mogelijk is. Want meer rust geeft eigenlijk betere resultaten. En daar gaat het natuurlijk om. Vandaag nog even blokken, vroeg naar bed en dan komt het morgen vast allemaal goed.